daaruit zat. Dus mijn vader is gestart in het jaar 87 en is zo beetje bij beetje geëvolueerd. En einde 2012 zijn we naar hier gekomen met een nieuw koffie- en theeconcept. Iedereen drinkt dagelijks bijna koffie, toch de meesten onder ons. Is dat nu thuis? Op het werk, bij vrienden, familie? Gaan we naar de horecazaak, gaan we ook koffie drinken, of toch heel veel? Maar toch is koffie een evoluerend product. Maar hoe werkt het voor mensen die het niet kennen? Dus dat bovenste deel kan eruit. We hebben het onderste gedeelte, een bolletje. En dat gaan we opvullen met water. Het gemakkelijkste is warm water, omdat je dan ietsjes meer tijd wint. En dan ga je gewoon, dat bovensysteem, is er daar een filtertje. Dus een filtertje met een koordje aan. Dat gaan we daar gewoon in plaatsen. Gaan we onderaan vastmaken. En dan gaan we dat gewoon in plaatsen. Dus water in, gaan we hier in plaatsen. En laten we gewoon zo rollen. Gewoon laten staan. En dan gaan we dus gewoon hier een warmtebron onder plaatsen. Dat kan met alcohol zijn, of met een gasverandertje, wat dan ook. Maar dat de bol begint op te warmen, dat water die hierin zit. Ja. Eenmaal dat er op temperatuur komt, dan gaan we deze sluiten. Is met wat rubber. En we gaan deze hermetisch afsluiten. Water blijft verder opwarmen, dus we gaan een bepaalde druk creëren. En die druk, ja, die gaat maken dat het water geduwd wordt. En we hebben dan één geleider. Dat is dat metalen draadje. Die maakt dat het water naar boven komt door het filtertje en komt hier bovenste kamer terecht. Het vuurtje laten we aan, dus we gaan die druk behouden. Dus water blijft bovenaan en dan pas gaan we de koffie erbij doen. De koffie komt erin, we gaan onmiddellijk roeren met een lepeltje en we gaan dat gedurende het 90-tal seconden laten infuseren. Na die 90 seconden nemen we het brandertje onderaan weg. Die druk verdwijnt, wordt luchtledig en die gaat dus beginnen zuigen. En die gaat de omgekeerde doen en dan komt het woord siphon, zuigen, gaat alles terug naar beneden door de filter, komt hier onderaan terecht. We nemen het bovenste deel te weg en we kunnen de koffie uitschenken. Welkom in Hullegem. Hullegem City. City Hullegem. Ja, de roodste. Wees er zetten. Waar erin komt, is het van allemaal warm komt. We gaan de poort tankkansen, dan gaan we rechtstreeks van tanken. Van de leerde bron van daar. Nu voorbeeld dat je gewoon van het rij bier kunt maken. Die brood zal het aan die kant. En nu bent jongen, twee jaar, drie keer, we zien dat die brood niet meer is en voelt dat we dan niet meer betaald hebben. Dus wat wij zo goed hebben, dat is altijd raar. Nu voor, het moot. Echt de moot. Echt het veld. Maar die hechte linnen moet gemoot worden.
Wat gebeurt er dan mee? Ze steken die hart in een rondbak van water. Komt dan een kiemetje aan. Oh, dan hebben we een mol naar zoutje. Zoutje steken in water, komt dan een kiemetje aan. En door dat kiemetje zorgt ervoor dat er een enzyme gevormd wordt in dat brood. Ja, dat is, moet dat, ja, ja. Schut. Dat is voor mij echt van de pijl, hè.